Zo. Kom. Kijk, nu krijgen jullie hem wel vooruit. Maar dadelijk komt er een stuk, dat is zo erg. En nu hebben we het lekker weekend. Oh, fijn hè? Ik heb mijn nagels net weer helemaal kort geveld. Goedemorgen, het is vrijdag. Laatste dag school deze week. En de laatste dag Friesje, ik dacht dat was jouw biertje. Hij is magic. Is die magic? Laat als je zo houdt, dan is het licht en zo, dan is het wat donker. Oh, wat cool. Nou, wat een wonderbier. Mij zijn schoenen aan het aandoen. En jassen, doe ook je jassen zomaar aan, Mila. Want we gaan weer naar school. Nu om en om die mijnen stuk op de slee. Alleen overal heb je dat het al ontdooid is. Dus ja, je mag er weer af, want nu moeten we even tillen. En dan mag jij nog een stukje. Dit is wel echt de laatste keer met die slee, hè? Ik het heel mooi. We moeten meer tillen dan trekken. Ja, ik heb hem ook. Ja, maar kom maar. Nee, hier. Zo. Hier nog een stukje. Mila, een stukje rijden. Trek je met Mila gaan zitten. Kom dames, we moeten wel op tijd op school zijn. Nee, wil jij zitten, Sarah? Nou, ga ik wel zitten. Nee. Ja, hier kan je dat wel. Zo. Kom. Kijk, nu krijgen jullie hem wel vooruit. Hé, hey, nou dit is de eerste keer dat ik slee. Woe! 3 km/u. Ja. Dat is echt te grappig. Zwaar, Mila. Eindelijk thuis. Oh, ik ben zo lang buiten geweest nu, dus ik heb het echt koud. Het was sneu, die meiden waren te laat. Helemaal gestrest dat ze te laat waren. Maar we waren onderweg naar school. En liep een vrouw met een dochtertje achter me. En die ging zo, zo hard onderuit. Het was echt niet leuk meer. Ik hoorde het er ook echt gaan, het was ook echt een knal. En die was helemaal gedesoriënteerd. En dus ze wilde ook opstaan, maar ze was helemaal aan het draaien ervan. Dus het ging niet, dus toen was ik aan het helpen. En die meiden zaten echt, ja weet je, ze wilden ook echt helpen. Alleen dat ging niet echt, omdat het best wel glad was daar. Maar ze hadden ook zoiets, ja daar komen we te laat. Dus ik had al gezegd, ik stuur de juf zo wel een bericht. Want we gaan niet iemand laten liggen zodat jullie op tijd zijn. Dat je geen kruisje achter je naam hebt. Dus ze gingen geloof ik echt, nou, een paar seconden voor de bel ging naar binnen. Maar ja, dan zijn ze natuurlijk nog niet in de klas. Dus dan zijn ze officieel te laat. Maar dat komt wel goed. Ik bedoel, het beste reden als je iemand helpt. Je gaat toch niet iemand laten liggen. En later ging het. Ja, ze had een beetje last van de enkel. Dus ze kwam niet heel goed vooruit. Maar het lopen ging. Het deed alleen maar pijn, maar het ging. Dus, want ik had al zoiets, ja, anders loop ik wel even met haar mee, totdat ze ook bij haar school is. Want ze was volgens mij niet van onze school. En dan kan ze vanaf daar geholpen worden. Maar ik vond het zo sneu. Schaatsen ging op school niet door, ik weet niet of ik dat verteld had. Maar Mila had ook nog schaatsen voor Sarah meegenomen, die ze mogelijk kon passen. En voor zichzelf schaatsen en een skipak meegenomen. En toen kreeg ik een bericht van school dat ze het ijs niet veilig genoeg vonden. Dus dat ze niet gingen schaatsen. Dus heel mijn gang ligt nu vol schaatsen en ski pakken. Alleen ja, de ene paar schaatsen gaat natuurlijk naar Nice terug. En die andere schaatsen, die had Mila met vader op naar school en het ski pakken en zo. Maar ik was net ook aan het stofzuigen. Maar ja, het lag natuurlijk best wel in de weg. Maar goed, ik heb net boven alles gedaan. Sta ik alleen nog beneden, maar ik moet al bijna weer naar school. Ik zat naar buiten te kijken en het ziet er echt lekker uit. Zonnetje. En dan is het helemaal niet zo koud. Het is alleen 's ochtends, dan heb je echt dat ijs nog in de lucht. Dan is het echt heel koud. Maar daarna valt het gelukkig wel mee. Dus ik ga ook gewoon alleen mijn veel te warme jas aan doen. En mijn sjaal. En geen muts en zo. Want school, dat is echt goed te doen. Echt lekker. Ik heb Sarah opgehaald uit school. En
Dit is echt het stuk wat ik het minst leuk vind. Aan de sneeuw. Je hebt nu zoveel ijsvlaktes. Die gaan smelten. Nou, met de auto moet ik nog meer door al die gladde stukken in. Dat is op zich niet super veilig om nu te doen. En ook niet super fijn. En we zijn lopend sneller dan nu met de auto ben, hoor. Want dan moet je juist door al die gladde straatjes. Dan moet ik eigenlijk bijna niet op de wegen die zonder zijn. Dus dat is niet echt handig, hè? Maar dadelijk komt er een stuk, dat is zo erg. Kijk, dit is gewoon één hele grote ijsvlakte. Maar wij proberen het elke keer een beetje kapot te stampen. Want als je het kapot stampt, hier even niet, maar hier gaan we even verder. Als je het kapot stampt en draait los, dan ontdooit het natuurlijk sneller. Kijk, je moet dit. Ja, dit is gewoon met gevaar voor eigen leven lopen. Het is zo glad. Ik kan het alleen in mama. Ja? Nou, je bent al een keer flink gevallen. Je wil mij uitkijken natuurlijk. Nou, ik kan niet wachten. En een klein stukje zonder. Tot het weg is. Gelukkig zijn er ook dit soort stukken. Dit is nog wel te doen, gelukkig. Wij zijn lekker gezellig samen aan het lunchen. Ja, wij zijn alleen te laat. Wat zeg? Nee hoor. Als je gewoon door eet, zijn we prima op tijd. Ik heb trouwens met het weer elke keer, ja, ik weet niet of je dat zo ziet, maar van die hele ruwe, droge handen. Nee, is dat niet scherp? Dus ik wilde ze insmeren, maar ik probeer altijd mijn ring af te krijgen. Maar mijn handen zijn dus nu zo warm van het weer binnenkomen, dat ik hem gewoon met geen mogelijkheid afkrijg. Terwijl het stomme is met koude handen, als ik echt koude handen heb en ik doe zo, dan vliegt hij er vanaf. Ik ga hem denk ik even onder de koude kraan houden, want ik wil echt mijn handen insmeren. Oké, ik heb hem af. Maar echt, het is zo erg, want dan smeer ik hem... Oh, lekker, ik heb er een gepakt die bijna leeg is. 86 handcremes. En ik pak de tube die op is. Maar goed, echt, als ik het dan insmeer, echt 3 minuten later, is het gewoon weer zo droog. Dus ik doe ze nu echt super dik. Oh, ik kan hem wel even omhoog moeten doen. En dan laat ik het gewoon echt even intrekken. Ga ik ze op die plekken die heel droog zijn echt even goed inmasseren. En dan hoop ik dat het voor nu wel even goed blijft. Want ik heb echt veel gedaan nu. Dit is dus wat ik bedoel. We zijn zoveel uur verder. En misschien voor mijn trui dat hij hem scherp wil stellen. Maar je ziet gewoon echt van die droge velletjes. Echt stom. Maar goed, het is tijd om weer naar school te gaan. Nadien zou via hier komen. Want dan zouden we samen naar school gaan. Kijken. Even. Nou, ze had het net al geappt. Ze app als ze onderweg was. Maar we gaan samen naar school. Dat was wel gezellig. Ik heb Sarah opgehaald. We zijn weer lekker warm thuis. En de eerste schoolweek zit erop. En nu hebben we het lekker weekend. Oh, fijn hè? Dus we hebben lekker net Theo op. En ik heb nog steeds koude handen. Ze zijn trouwens weer net zo droog. En gewoon even genieten. Nog een uurtje. Nee, iets minder. 3 kwartier. En dan ga ik alweer koken. Dus we gaan even heel weinig doen nu. Dan ben ik lekker te slapen. Ik was wel aan het editen. Maar het picknick komt elk moment met mijn boodschapjes. We kunnen voorlopig weer even eten. En gelijk weer tijd voor lekkere verse mandarijntjes. Ik heb mijn nagels net weer helemaal kort geveld. Ze zijn nu zo. Deze was natuurlijk al helemaal gebroken. En nu zijn ze echt nog maar een klein stukje wat langer. En dat ben ik echt aan het proberen vol te houden tot ze helemaal af zijn. En hier zat zo'n los stukje aan die uitstak. En die is er afgebroken zonder dat die doorgescheurd is. Want hier zit ook een scheurtje. Dus ik ben zo blij dat dat niet is gebeurd. Want dan was die echt diep mijn vel in. Maar echt, ik baal zo dat de nagelstylisten dicht zijn. Want het is echt een ramp met nagels. Ik ben er klaar mee voor vandaag. Dus ik ga even lekker opruimen. In ieder geval lekker opruimen. Ja, deels wel. In ieder geval het opruimen zelf niet. Maar het opgeruimd hebben vind ik heerlijk. En dan ga ik lekker naar een beetje zoomen. Dat erin. Ik heb het niet eens... voor het weekend heel laat gemaakt. Het is 12:30, zeg maar.
Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je onder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.